Bij een nieuwbouwwoning aan de Noordlaan in Bergen raakte dinsdagmiddag 12 oktober een bouwvakker ernstig gewond. Hij viel van een hoge stijger. Twee ambulances kwamen ter plaatse en een opgeroepen traumahelikopter werd later geannuleerd. Ambulancepersoneel legde de gewonde man met een schepbrancard in een vacuümmatras. Dit om nog meer letsel te voorkomen tijdens het vervoer naar het ziekenhuis. Onduidelijk is nog hoe de man van de steiger is gevallen.